Havenmaster Frits Grijpstra van Haas zocht de barre waarsomstandigheden zwaarlijk te mieten. De hudde wien uit het eerste blaast alle wetter uit het waad. Een wetterpeil op 1 meter onder NAP is al knap lastig voor de skipveert. Maar dreigt nou naar 2 meter te zakken. Nou, dat risico is er altijd, maar daar houden we natuurlijk wel rekening mee. Het is wat vooruitzien en het komt ook niet helemaal onverwacht. En dat betekent dat we hier en daar schepen naar wat diepere plaatsen van de haven dirigeren. Maar of doorgaans gaat het goed, geeft het geen probleem. Een van de skippers die zijn skip verliezen mat is Thomas Terpstra van de twamaster Amasitia. Juste koe hij met zijn skip nog amper roer het water. Er is een verschrikkelijke verleging. Op zich hartstikke mooi, want er is juist ijs op de banken lizen. En platen die lizen extreem droeg. Want er is juist weer een orelmeter minder wetter dan normaal. En ik geloof dat het nog meer wordt. Dus juist zelfs bij heegwetter banken droeg lizen die het normaal dan lang onder wetter stingen. Ja, net benauwd was dat het skip vast komen zoen? Nee, ze vlielen. Tessel, de Schelling, dat kiest altijd in die wetter bereiken. Kijk, dat is Ameland, Schiemerzeeg. Ja, daar hoeft nog net te wijzen. Daar komt ik niet meer mooi. De hudde wien zorgt ook voor problemen bij rederij Doeksen. Gwontjensten kunnen alleen nog met heegtij varen. De jongsnelstjens naar Vlieland is krost. En de problemen die we ondervinden zijn de oostenwind, een hoek die niet veel voorkomt. Waardoor de schepen, de snelboten, voornamelijk moeilijk bij de aanleginstallatie kunnen komen. De waterstanden zijn zodanig laag dat ook de autobruggen soms niet op hun laagste stand, niet toereikend zijn, zeg maar. En de waterdiepte in de Waddenzee, dat betekent vooral dat de Schelling naar de route door de Slenk, dat ze nu en dan op tij gevaren moet worden. Ik de veertjensten naar Ameland en skier varen wol, maar de passagiers moeten rekken houden met vertraging.